Jongens, we zitten Utrecht, hoofd van de Kamer van Koophandel. Postmaster. Samen met Juri, we gaan het hier goed bespreken, want dat zijn toch ernstige zaken die toch administratief toch even goed doorgenomen moeten worden samen met Juri. Want er wordt hier gezegd van we moeten in Den Haag zijn. Dit is het hoofdkantoor van de Kamer van Koophandel. En het is wel heel makkelijk, maar hier blijkt ook een kantoor te zijn waar Rijkswaterstaat zit. Kamer van Koophandel, Ministerie van Justitie, Ministerie van Financiën. Utrecht blijkt een uitvalsbasis te zijn. Dus dit is niet Den Haag, maar voor de bedrijven ligt hier. Dus we gaan zo meteen gaan we live. Live is het sowieso al, maar we gaan inhoudelijk zo meteen, ik denk, ja, toch wel belangrijke items aanhalen waar menigeen waarschijnlijk met de oren begint te flapperen. Zo had ik ook een jaar geleden last ervan. Ik heb Juri ook een jaar geleden leren kennen. Ik heb hem, ik was de bron van Juri. Juri is daarna super, maar ook echt super zichzelf gaan ontplooien. En kijk het resultaat wat hij geworden is. Nou, we kunnen alleen maar zeggen met het hele Nederlandse volk chapeau voor Juri. Nou, ik ben na maanden afwezigheid ben ik weer terug bij Juri en we gaan het samen, ja, in Doe. elkaar spannen en we gaan het Ja, maken. samen uit, samen thuis, Zonder jongens. boer, geen boer. Straks met King Mike erbij gezakt met z'n drieën. Het is geen hoofdleider dit. We doen het samen, vrienden. Ja, Onthoud dat. en Dat dat is is voor zo Bende. belangrijk. We hoeven geen touw. Het gaat gewoon erom. Jij wist dat, die wist dat, hij wist dat al, deed er niks mee. En zo combineer je in één keer, denk één, wat is dit? Maar waar zitten we nou? In Utrecht, bij de hoofd van de Kamer van Koophandel, jongens. En ik vind het zeer interessant, want we waren hier toch netjes ontvangen, hè, vriend. Het mooie was is dat Fijn. we het mooie was is dat we in Roermond, Juri had contact met de Kamer van Koophandel met Rob, zeg ik het goed? En dan mogen jullie bij de Kamer van Koophandel. Ja, daar voor hem gaat, Ja, ja. we hebben met Utrecht gebeld. Dat was een beetje ja, het over en weer, wel eens niet zoals je het dan kunt noemen. En toen heb ik een laatste vraag gesteld. En daarop zijn wij uitgenodigd om naar Utrecht te mogen komen om datgene, maar dat zullen we zo meteen wel bespreken, om dat even aan te halen. Dus, ja. Ja, dat doen we heel graag voor jou, Rob. Thanks. Komt-ie maar. Super, dankjewel. Even Ja. kijken, ja, de koffie. Ja, Ik heb maar een Mark. dubbele ervan Oh, gemaakt. super, dankjewel. Want het was anders zo bij Je zijn daar nog aan de andere kant, hè? Dus misschien mag je. Dat mag ook, wat je wil. Zal ik hem zo graag Ja, dat inzetten is eigenlijk voor niet. je? Ja, is goed. Zo. Zo. Alsjeblieft. Nou, dat had eigenlijk extra bakkie bij moeten. Oh, voor jezelf. Mag goed. Nee, voor de theezakjes. Je hebt geen bezwaar dat wij dit opnemen, want we nemen eigenlijk alles op omdat het gewoon ook Leo, voor ons je bewijs mag is. Dus eigenlijk hier binnen niet filmen. ja, ik vraag om toestemming of wij dat zouden mogen opnemen. Ja, strikt genomen mag het niet. Oké, ik heb er zelf geen problemen mee op Ja, zich. omdat wij iets gaan uitleggen wat voor jou waarschijnlijk ook niet nieuw is, omdat hoe het een en ander in elkaar zit. En het Ja. is voor ons ook bewijs, zeg maar, dat wij die zaken besproken hebben en dat jij ook gedacht hebt, ja, dat wist ik wel, dat wist ik niet, maar het gaat voor ons dat wij het als bewijs, zeg maar, gewoon opgenomen hebben voor ons. Ja, weet je, ja, ik vind niet zo'n punt. Super, Ik vind niet dankjewel. zo'n punt, Dan dus mag ik een gewoon. hand geven. Nou, ik heb Ja, daar echt meen, respect voor. dankjewel, meen ik echt. Nee, want Heel ik weet ook niet Nederland. hoe het een en ander in elkaar zit. Om Nee, het eerlijk te dus, zeggen. niemand, Nee, niemand ik wil weet, dit niet niemand weet hoe het in elkaar zit. Nou, ten eerste dankjewel dat we hier mogen zitten. Top. Dus Ja, natuurlijk. hij is al lang bezig, ik ben al lang bezig om iets te zoeken. Een waarheid tot hier, een benoeming, ja, Ja. niet rechtsgeldig is. Maar dankzij Rijkbank Maastricht ben ik eigenlijk hier gekomen. Want Ja. Rijkbank Maastricht heb ik 3 weken geleden gebeld. We hadden een zitting. Dus ik luister, als ik daar kom, en zeg ik, Pietje heeft de rechtbank op naam gepakt. En jullie, Pietje is er niet, dan hebben jullie katvangers gebruikt. Dan krijg ik een mail terug, ja, van de Rijkbank Maastricht. Tot artikel 2 binnen het burgerlijk wetboek. Ja, naar artikel 134 grondwet. Dat de openbare lichamen gekoppeld zijn aan een bestuurlijk-rechtelijk rechtspersoon. Nou, iemand wat de rechtbank. Nou, dan krijg ik op mail dat alle rechtbanken voor 2021 geen publiekelijke rechtspersoon hadden. Dus de openbare lichamen, de rechters, wat niet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met een rechtspositie, hebben dus van 1945 tot 2021 uitspraken gedaan wat niet rechtsgeldig zijn. Nou, daar heb ik de Maar Rijksoverheidsdienst. heb je gecheckt of rechtbanken, zeg maar, of die verplicht zijn om Ja, een inschrijving te doen in ja, de Kamer van, in het ja, handelsregister? ja. Ik heb Want het is geen Rijksoverheidsdienst. commerciële onderneming natuurlijk. Nee, dat klopt. Maar dan moet je juist inschrijven als een publiekelijke rechtspersoon. Want als jij dan werkt voor de overheid en dan ben je een publiekelijke rechtspersoon met ja, een overheidsinstelling.
Ja, dan ben je geen vereniging of stichting. Ja, dat gaat voor stichtingen en verenigingen, of dat voor rechtbanken ook gaat. Ja, ja, ik problemen, heb... en probleem is waar je met de Rijkbank vervolgens mee. Ik heb hier papieren liggen van de beslaglegging van de Rijkbank Maastricht. Onder de Amerikaanse wetgeving. En wat is? Ze staan hier ingeschreven. En dat is een constructie die de staat gemaakt heeft. 19 juli vorig jaar is het leasecontract van de staat der Nederlanden opgehouden met bestaan. We zijn 20 juli officieel met alle Europese landen onder de EU komen te vallen. We zijn de 51ste lidstaat van de United States sinds 20 juli. Dat weet ook bijna niemand. Ik vraag me ook af of dat klopt. Ja, het klopt dus wel. Want ik ben gelegaliseerd als postmaster onder de hoogste jurisdictie. Ja, dit is het document, want daar heb ik dus in Amerika moeten aanvragen. Dus ik ben postmaster lawyer. En je moet de hele jurisdictie moet je kennen, kun je niet. Vervolgens ga ik dus naar Duns & Bradstreet, waar het hoofdkantoor gevestigd zit in New Jersey. Mm-hmm. Nou, dan ga ik dus kijken. Wat blijkt nu is dat vanuit het hoofdkantoor van Kamer van Koophandel, en waarschijnlijk weten jullie het niet, wordt dus een inschrijving geregeld in Duns & Bradstreet in Amerika. Met alle bedrijven. Ook de Rijkbank, ook hier Kamer van Koophandel. Ook de staat door Nederlanden. Je hebt bijvoorbeeld Tweede Kamer, staat door Nederlanden, maar dan heb je der klein geschreven, der groot. Alles staat ingeschreven. Dat betekent dus dat we met handel te maken hebben. Nou, het probleem is, op 1 september 2013 heeft Paus Franciscus iedereen levend verklaard, rechtstreeks bij gratie God. Dat betekent dus, omdat we onder de Amerikaanse wetgeving vallen, slavernij is verboden. Amerika heeft 3 jaar geleden de doodstraf erin gevoerd. Ja, dat gaat nog heel leuk worden, dat zal ik zeggen. Dus wij vallen onder een internationale handelsbetrekking, de UCC. En ja, de overheid staat er ook ingeschreven, maar het blijkt van hieruit komt dat tot stand. En dat weet jij waarschijnlijk niet. Maar dat weet alleen de top, weet dat. Ja. En dat vind ik gewoon heel erg. Ja. En dat moet stoppen. Ja, zwendel eigenlijk is dat dus... Ja, oplichting. Je moet kijken, als je nou om één bedrijf ging, zou je zeggen, allez, maar het gaat om de politie, ja. Het gaat om de politieke partijen, het gaat om de burgemeesters, het gaat om iedereen, niemand, want u moet zich dat toch wel kunnen voorstellen, als in één keer kabinet is beëdigd, dan moet u toch hier druk hebben gehad, of niet? Dan moet u alle leden hier hebben gehad, met de benoemer, met de notaris, om de rechtspositie vast te zetten. Nee, want... Zoek maar eens uit, dat is de Rijksoverheidsdienst. Kijk. Een minister of een politicus hoeft niet per se... Jawel. Te worden in het handelsregister. Nou, maar dan ze moeten officieel gelegaliseerd worden met een postzegel. Want de UPU in Zwitserland bepaalt namelijk de rechtswaarde van geldigheid van documenten van legalisatie. Mm-hmm. Dat gebruikt de koning ook. Als je de PostNL track and trace code pakt en je pakt de stempel. En je pakt de notariële stempel. Dat is dus koninklijk. Dat betekent dus als ik via PostNL de juridische papieren maak en ik verstuur die naar mezelf, track and trace zoals het moet, zoals de UPU het voorschrijft, dan heb ik officieel genotarieerd. Gedocumenteerde documenten. Als een minister, maar het zijn geen ministers, het zijn directeuren die aangesteld zijn, die horen dus een postzegel te plakken dat gelegaliseerd is. Die moeten dus hier bij Kamer van Koophandel liggen. Ik kan ze disqualificeren namelijk. Alleen, waar zijn die documenten? Want wie heeft het mandaat gegeven voor die documenten te legaliseren? Want je kunt niet zomaar een eed afleggen zonder dat documenten gelegaliseerd worden. Dat klopt. En dan is het ook een mens, wie heeft de akte van sessie gegeven om die documenten te mogen maken? Oké. Maar wat eigenlijk mijn vraag is, als ik jullie verhaal zo hoor, is, zeg maar, wat... Ja, leuk, van vroeger. Hallo. Ja, dat was mooi. Belangrijk geval. Ah, ja, wat onze vraag is, kijk ik heb hier, dit is eigenlijk, okay. Ja, dit is klein uitgeprint, maar dit is eigenlijk, mijn bril, dit is de partij van D66, kijk, ingeschreven van Mierlo, die is er niet meer. Er staat ook geen publiekelijke rechtspersoon, dus ik heb net het juridische loket gebeld. We hadden een afspraak gemaakt van tevoren, zou het juridische loket mij steunen? Uh-huh. Ja, dus ik heb het juridische loket gebeld, dat bij mij naast, ik heb een mooie wei, dat de voetbalvereniging gewoon 2 golen bij mij in de wei had gezet, en een kantine. En zomaar, ik heb juridisch loket, net met een beetje een grapje gebeld. Luisteren, ik heb een mooie wei. Nee, maar dan zegt juridisch loket, ja, maar daar is die vereniging niet voor bevoegd. Ja, dan moet je aan advocaat en aan de politie gaan. Nou, dit is hetzelfde bij de D66, zonder een publiekelijke rechtspersoon. Uh-huh. En bij meneer Rutte zijn ze nou boeren onteigenen, zonder dat ze eigenlijk een rechtspositie daarvoor hebben. Dus dat betekent dat ze eigenlijk... Daar zijn ze nog niet aan onteigenen, maar ze hebben daar plannen voor inderdaad. Nee, daar zijn ze al mee bezig. Zijn ze mee bezig, zonder bevoegdheid. Maar dat weet ik ook niet. Alleen dat, zit, dat gaat ook niet buiten KVK. Alleen er zit nog een heel groot probleem. Dat is nog een veel groter probleem wat ze nu in doen zijn. En dan ga ik even terug naar 1907. Alle verdragen, dat heb ik dus uitgezocht met mensen, blijken dus tot stand zijn gekomen in Den Haag.
Daarna spring ik over de dans. Want als je bijvoorbeeld op YouTube gaat kijken of Bitshoot en je zou bijvoorbeeld zeggen van nou, ik ga eens even kamerplantfirma's intypen. Dan zie je gewoon dat de grote firma's gewoon massaal de belasting niet hoeven te betalen, maar dat wij als kleine man die belasting voor die grote firma's zijn in betalen. Het wordt heel constructief uitgelegd. In 1907 is in Den Haag een internationaal landkrijgswetovereenkomst getekend. Ik heb in 2015 de Bundespräsidentsamt van Duitsland aangeschreven om te vragen van wat is het verschil tussen het verdrag van Genève en het Haagse landkrijgswet. Omdat Bernhard was lijfwacht van Hitler. Hij heeft in 1942 een brief gekregen van Hitler waarmee hij de stadsrechten kreeg van Nederland. Dus dan is Nederland een provincie geworden van Duitsland. Toen heb ik een brief teruggekregen, ik heb hem ook hier liggen, die brief, waar de presidentsbondskanselier toegeeft, het volkenrecht via de Haagse Landkrijgswet heeft een hoogste prioriteit dan welk verdrag dan ook, zelfs boven het verdrag van Genève. Dat staat dus in op artikel 46, je mag geen privaat afnemen van mensen. Nou, een belastingdienst stuurt jou een brief en die zeggen, ja, jij moet betalen. Nou, ik ben geen schuldenaar, ik hoef niet te betalen, want die wet poetst dat sowieso weg. Tweede probleem is waar de Belastingdienst mee zit. Hun doen heel mooi op Rijksoverheid een beeld projecteren. Dus ik heb het ook opgehouden. Waar moet een nota en een factuur aan voldoen? Daar moet een BTW-nummer op staan. Nou, dan kom je vervolgens erachter dat Kamer van Koophandel, Belastingdienst, Zorg, rechtbanken geen BTW-nummer hebben. Dus ben ik eens gaan bellen. Dan krijg je te horen, wij hoeven dat niet, want wij zijn overheid. Ik zeg, dan plegen jullie de smaad aan laster. Plus fraude met ingeschrift. Ja, hoezo? Omdat jullie regeltjes op jullie website zetten, hier moeten aan voldoen en jullie voldoen zelf niet. Dat denk ik dat samenhangt met het soort organisatie. Nee, ze zeggen iedere organisatie, ook overheid. Ja, maar Erik, hebben ze ook gezegd hoe de Belastingdienst staat ingeschreven? Ja. Het is niet de Belastingdienst. Organisatie een BTW afdraagt, vermoed ik. Ja, maar hun zeggen. Ja, maar waar, hoe staat, hun moeten er ook aan voldoen. Hoe staat de Belastingdienst ingeschreven? De Belastingdienst. Buiten weet het wat we hier bij KVK doen. Het is heel simpel. Ik zal uitleggen wat wij doen. Wij registreren ondernemingen. Uh-huh. Wij voeren uit. Wij zijn niet een organisatie die bepaalt wat er mag en wat er niet mag. Uh-huh. Dat gebeurt in wetten in Den Haag. Uh-huh. Dus als jullie zeggen van joh, hey, hier klopt iets niet. De wet wordt niet gevolgd. Of de wet is niet goed. Ja, dan uiteindelijk zou je dat moeten aankaarten. Nou, dan geef ik jou een heel mooi voorbeeld. Oh, wacht, want wij komen niet voor de wet. Wij komen voor valsinnige schriften. We kunnen aantonen. Even over de wet, hè. Dan geef ik jou een heel mooi voorbeeld. Minister Plasterk, Binnenlandse Zaken en Koninklijke Relaties, heeft kamerstuk door Tweede Kamer 32-55, nummer 60. Het staat heel mooi op de eerste pagina. Grondwet artikel 120 is uitgeschakeld, waardoor de rechters niet mogen toetsen aan de wet. Dat betekent dus, welke wet hebben wij dan eigenlijk hier? Ruud Lubbers heeft dat in 1980 uitgeschakeld. Welke wet gebruiken we dan? Dus in Den Haag worden wetten gemaakt, terwijl er geen wetten zijn. Gebruikt mogen zijn. En dat er geen wetten zijn. Ja, dan vraag ik me af, we hebben een Nederlandse wet en we kunnen niet aan die wet. Alleen, ja, het is... Dus wie fraudeert eigenlijk? Waar de KVK. KVK in ieder geval. Jawel. Kijk, het gaat nou... Nee. Maar kijk, het gaat nou niet meer om één inschrijving. We zijn nu aan het aantonen tot alle gemeentehuizen in Nederland, alle politiebureaus, de marchechaussées, dat ingeschreven als een gezelschapsheidsvereniging, zonder ene publiekelijke rechtspersoon. De politie had ik vanmorgen nog aan de deur. De politie is gewoon een natuurpersoon. Nou, als een natuurpersoon mij aanvalt als een natuurpersoon, moet daar een advocaat bij. Je kan niet elkaar zomaar gaan aanvallen als hij geen publiekelijke rechtspositie heeft. Dus de politie in Nederland is gewoon onwettig. Dus we hebben eigenlijk de politie, marchechaussées, burgemeesters, de politiek. Dus ik vind wel dat hier meteen een onderzoek moet starten, want... Dat is iets waar KVK geen rol in speelt. Ja, maar jawel, de valse inschrijving. Ik heb gelezen dat jullie, als iemand de valse in de geschriften pleegt met de inschrijving, ja, want dat heb ik gelezen, dan moeten jullie ingrijpen. Het kan niet zo zijn tot... Wij hebben bewezen, dan checken wij bepaalde dingen. Ja, dus deze graag willen checken, D66 en de rechtbank. De rechtbank zou graag willen checken voor 2021 wie de openbare lichamen waren met de publiekelijke rechtspersoon. Ik heb van de rechtbank mijn strik op papier, die was er niet, was niet nodig. Ja. Rijksoverheidsdienst zegt van jawel, dat was wel nodig. Dat kent toch niet dat geen rechter in Nederland van 1945, 1921, 2021 zonder ook maar één rechtspositie heeft uitspraken gedaan. Dat betekent dat ze nou, alle rechters wat nou nog in de rechtbank zitten, die willen wij zien als die het openbare lichaam dus de functie hebben erkend.
kan niet. Want dan hebben ze in die andere 20, 30 jaar, hebben ze valsinnige schriften en vonnissen gedaan, waar ze per directe gevangenis in moeten. Dus u moet eigenlijk begrijpen, we zitten hier voor de grootste zwendel, wat van 1810 is. Ja. Dit is geen kleine. Je noemt verschillende groepen, politie. Alles, ja, alles. Zeg maar wat je wil. Kijk, okay, wat nu heel belangrijk is. Ik wil heel even uitpraten. De dingen die jullie noemen, zeg maar, over die groepen, die moet je ook met die groep bespreken. Dus die valt niet onder de verantwoordelijkheid van kapitaal. Ja, Wij schrijven ondernemingen in, wij schrijven verenigingen en stichtingen in. En degene die inschrijft, die is verantwoordelijk voor de juiste... Ja, maar hij is dood. Van Mierlo is dood. Ik zie van Mierlo, maar dan gaan we eens goed kijken. Dus hoe moet ik een dooie wat D66 op de naam heeft gepakt aansprakelijk stellen? En mevrouw Kaag, wat eigenlijk helemaal geen openbaar lichaam is, die had gewoon met een blanco stembiljet op de lijst moeten staan zonder haar naam. Kijk, ik ben ook heel eerlijk. Morgen zal mijn kantoor, juridisch kantoor Platen, wel een dagvaardiging naar de KVK gaan doen. Omdat met een voorkennis, het gaat niet om één bedrijf. Het gaat om de hele zooie Nederland van 1945. Nou, alles is onwettig. Hmm. En jullie zijn de inschrijver. Het geaccepteerde. Ja. Ja. Dus wij moeten dat toch bij de rechter moeten we dat samen gaan uitvechten, denk ik. Ik ga dat ook doen morgen. Nee, maar dat is niet boos op u, hè? Maar... Even voor de beeldvorming, hè? Even voor de beeldvorming. Heel eventjes, voor D66 moet je bij D66... En de rechtbank. Zij schrijven zichzelf in als een politieke vereniging. Dus als jullie vinden dat daar iets in staat... Even voor de beeldvorming. Heel eventjes, voor D66 moet je bij D66... En de rechtbank. Zij schrijven zichzelf in als een politieke vereniging. Dus als jullie vinden dat daar iets in staat wat niet correct is, dan moet je met de politieke vereniging D66 contact opnemen en zeggen, jongens, hier klopt iets niet. Nee, want degene waar de inschrijving gebeurt, moeten dat controleren. En die moeten dat verifiëren en checken of dit wel naar wet en recht correct gebeurd is. Ja, de verantwoordelijkheid ligt bij de... Nee, wij gaan komen, want die doen de inschrijving. Dan hadden hun het moeten checken, dubbel checken, zeg ik dan. En dat is niet gebeurd. Dus dat betekent dus... Je kunt wel zeggen, die organisatie die zich heeft laten inschrijven, nee, diegene die inschrijving heeft geaccepteerd en ingeboekt heeft, daar ligt de fout, want die hadden dat moeten checken. En dat is iedere keer, en dat merk je overal, een afschrijving. Gaan we naar diegene die... Ja, luister, dus ik ga naar de notaris, ik ga dus een stichting oprichten van Pimmeltje Huk, ja? Ik ga naar de Kamer van Koophandel, daar gaat iemand klagen van, ja, maar dat is niet correct, ja, maar dan moet je bij Pimmeltje Puk zijn. Nee, dat kan niet. Nee, de Kamer van Koophandel heeft de inschrijving geaccepteerd. Die hadden dat moeten controleren. Ja, dus ik dien een klacht in. En die wil ik dus onderzocht hebben, omdat het niet correct gebeurd is. Er zijn criteria op basis waarvan wij inschrijvingen checken. En als wij geen onrechtmatigheden vermoeden, moeten wij als KVK ook overgaan tot inschrijving. Kijk hier, ik heb hier 24.000 handtekeningen voor je in 3 dagen tijd. Voor de sluiting en het controleren van D66, de rechtbank, eigenlijk alles. Dus we hebben nou eigenlijk de voorkennis gekregen, in 3 dagen tijd hebben de mensen dat getekend, om te laten zien, de Kamer van Koophandel, stel voor het is wel. Wat meen je wat er gebeurt als dit, want ik weet dat ik gelijk heb. Ik heb toch van de rechtbank heb ik het bewijs gekregen. En met iedereen waar ik mee praat, de KVK, met jullie collega's, met de Rijksoverheidsdienst, ze zijn allemaal schrikken ze, want niemand weet wat een openbaar lichaam is. Want de politie is ook maar een ambtenaar. En die ambtenaar, wat belt de politiebond maar. Ja, en dan bij de politiebond krijg je optie 2, rechtspositie. Ben je met die bonden bellen en ze weten helemaal niet wat een rechtspositie is. Maar de politie heeft wel een rechtspositie, wat hij helemaal niet heeft vaststaan. Want hij is niet bij de Kamer van Koophandel geweest, omdat hij mijn publiekelijke rechtspersoon... Want je wordt een openbaar lichaam, moet je wel erkend zijn met de notaris. Je functie, want je kan ook niet nou een politiepak gaan aandoen en gewoon maar gaan lopen met een pistool. Ik ben geen politieagent. Nee, maar dat klopt omdat je niet geregistreerd staat. En je moet wel, kijk, ja, die cursus en die pet omhoog gooien, zeggen altijd, dat is niet politie worden. De politie is waar, je rechtspositie helemaal vastzetten. En dat vind ik toch, goed zo jongens, vind ik toch belangrijk dat dat gecheckt wordt. Nou, wij zullen een dagvaardiging wel klaarmaken. Wel naar de Kamer van Koophandel, want omdat dit is een grote zwendel. Stuur van naar mij, dan pak ik hem op. Super, dat zou... Maar officieel, we hebben hier, hoeveel? Namens 24.000 mensen wordt dus nu een klacht ingediend. En die moet een behandeling genomen worden, dus dan kun je juridisch gezien, kom je er helemaal niet onderuit. Nee, maar als we nou samen... Wij zitten hier ook namens 24.000 mensen. Als we juridische loket samen nou eventjes bellen en de tijd voor nemen, en we zullen de D66 even onder de loep nemen... En dan zullen hun heel eerlijk zeggen dat een natuurpersoon deze acties is aan het doen. Rutte ook.
Ja, maar meneer Rutte kan wel ingeschreven als ambtenaar met een rechtspositie, want dat was zijn publiekelijke rechtspersoon, was Staat van Nederlanden. Staat van Nederlanden, weet u waar die ingeschreven staat? Bij de Rijksoverheidsdienst, even onder de hoede, want als je de Rijksoverheidsdienst belt, staat op hun site dat nou wordt verdedigd door landsadvocaat, puntje, puntje, puntje. Wie is dan Staat van Nederlanden vragen en de Rijksoverheidsdienst? Krijg je geen antwoord, omdat er totaal niks meer beklopt. Staat van Nederlanden, de publiekelijke rechtspersoon van het kabinet, is weggeschreven uit Washington. Dus je hebt de rechtspersoon niet. Wij hebben een rechtspositie. Wij kunnen eigenlijk, omdat wij ja zijn ingeschreven en hun niet meer. Dus als je dat controleert, dan is de hele puzzel toch ingestorten als maar iedereen gewoon ja, benoemd is ja, en een stuk vlaag. Ja. En we zijn klaar. Ik heb net even Duns & Bradstreet even geraadpleegd. Hè? Kamer van Koophandel in Utrecht. Staat ingeschreven in Amerika in de Kamer van Koophandel. 49-400-2665. Nou, dan ga ik naar de volgende. 49-1-21-431-0. Ik heb 10 Kamer van Koophandelnummers die in Amerika staan van de Kamer van Koophandel Utrecht. Dus ik kan er beslag op leggen als postmaster. Dan gaan jullie helemaal naar kunnen sluiten. Omdat jullie niet voldoen. Nou, ik zal hier, hou eens even vast alsjeblieft. Ja. Nou, ik heb hier een boek. Dat is een registratie van criminele personen. Daar zit ook Mark Rutte tussen, Sigrid Kaag en noem maar op. Dit is bij het Amerikaanse leger bezorgd op 15 september afgelopen jaar. Ik denk, daar hoor je niks meer van. 10 december, ding dong, daar staat een Amerikaans militair, kapitein en een sergeant-major aan de deur. Die staat dus met een heel pakket. Sir, we bring you the evidence back. Ze gaan dus in de houding staan, omdat ik als postmaster hoger ben in hun jurisdictie. Ja? Ik had echt zoiets van, wat gebeurt nu? Ja. Nu blijkt dat dat hele pakket met die warrende arresten en, en diegenen die het hebben uitgevoerd onder de directeuren, die vallen onder de RICO. Dus dat betekent, iedereen die uitgevoerd gaat ook nat. Nou, en wat is nu gebeurd? Het is bij het West Point Militair Tribunal, is dit behandeld geworden bijna 20 dagen lang. Ik had echt zoiets van, wat gebeurt er nu? Nou ja, dan krijg je vervolgens, nou, dan heb ik hier bijvoorbeeld, dit heeft de paus laten maken, een legal notice, hè? To all public servants. All public service immunities are revoked. Dat betekent dus dat iedereen uit zijn rechtspositie is gehaald geworden door de poot. Want het kanoniekwet van het Vaticaan staat het hoogste over de hele wereld. Hun hebben het namelijk voor het zeggen. De canon law staat 1, dat is de common law. Dan komen alle landenwetten die eronder komen. Nou, dat is ingegaan op 1 september 2013. Dat betekent dus dat je persoonlijk verantwoordelijk bent en hoofdelijk aansprakelijk bent voor al je acties. Nou, wat is op 1 januari gebeurd voor alle ambtenaren hier in Nederland, voor 2020, die zijn dus vanuit rechtspositie onder arbeidscontract burger gezet. Ja. Behalve rechters, leger en leidinggevende. Ja? Dus jij bent ook uit die positie gezet. Je hebt geen immuniteit meer, want dat heeft Plasterk geregeld. Ja? Wat betekent dus, als ME voor die boeren staat, of politie staat voor de NS geen leidinggevende, zijn ze burger tegen burger. Dat betekent dus dat hun een persoonlijke titel hoofdelijk aanspreken. Dus je kunt ze aanklagen onder international common law. Je kunt ze een huis afpakken. Je kunt de hele inboedel afpakken. Je kunt een, dat is een hele smerige constructie. En dan zeg ik ook tegen de politie. Luister, jullie zijn genaaid door jullie eigen regering. Ja, daar moet je trots op zijn. Ja, dat is wat gebeurt. Nou, dan heb ik hier vervolgens. Ga ik even verder. Heel simpel. Dit is de Haagse Landkrijgswet, dit is van het Bundespresidentsamt. Nou, daar heb ik dus teruggekregen, 2015, dat de Haagse Landkrijgswet op volkenrecht boven alle verdragen staat. Dat betekent dus, je mag geen land afnemen, je mag geen huis afnemen, en je mag niks privé, wat dan ook, geld, inboedel of wat het ook is, afnemen. Dat valt onder militair krijgswet. Dat betekent dus doodstraf. Ik ben blij dat Amerika 3 jaar geleden de doodstraf heeft ingevoerd. Klasse. Nou, daar gaan we heel veel sneuvelen. Dat garandeer ik. Nou, en vervolgens, dit is rechtbank Maastricht, dit is een beslaglegging. Nou, er is volledig beslag gelegd op de hele rechtbank. Daar zijn ze ook over geïnformeerd. Ik heb een brief gekregen vorig jaar in augustus van de rechtbank. Er is nog steeds in behandeling, omdat ze niet weten hoe ze eruit moeten komen. Ik heb 3 weken terug, de eerste 2 overzijdsorganisaties is via een internationaal gerechtsdeurwaarderskantoor vanuit Amerika, is beslag gelegd. Nu is alles in revoer. Omdat ik nu weet hoe het moet. Ik ga ook de boeren helpen. Er staan 3000 boeren te wachten om hier. Nou, dat gaan we dus ook doen. Dus dan is het einde oefening. Klaar, het moet gewoon op. En daarvoor wil ik weten, waar zijn die documenten? Want dat moet dus hier liggen. Dat moet gelegaliseerd zijn met een postzegel plus een rode duimafdruk of een vinger met blauwafdruk. Want dat is levend en dat is contractueel. En die ga ik disqualificeren. Dus ik wil weten waar die papieren zijn. Want die liggen hier op het hoofdkantoor. Niet in Den Haag. Hier. Ik vraag me af of die documenten er zijn. Die zijn er, de directeur die weet dat. Want maar, dat is de creditor. Zeg maar, als je wilt dat ik daar wat mee doe, dan zou ik zeggen van laten we de afspraak maken dat jullie mij inderdaad dagvaarden. Ja, namens 24.000 mensen.
Pak jij je dan privaatrecht op je? Dan, nee, als medewerker van KVK, dan, we hebben het nou toch een lijntje. Ja. Dus dan stuur je mij gewoon de dagvaarding, dan zorg ik dat hij op de goede plek terecht komt. Dan wil ik hem ook immuniteit dan geven onder common law, dat heeft ingesteld. Ja, ja, want, ja, zeker. Dan zorg, en dan rij ik op poppenkast krijgen. Tot jij daaruit staat, snap je, dan ja, ben je dan contact. Dan val je onder mijn jurisdictie en met Jorin dan, maar je valt onder mijn jurisdictie als postmaster. Dus dat betekent als er iets gebeurt, dan zorg ik ervoor dat jij die bescherming krijgt die je moet hebben. Dat ga ik voor jou regelen. En dan geef ik jou mijn telefoonnummer zo meteen. Dan ga je contact mee. Dan ga ik een aantal stappen leren wat je moet doen. En dan krijg jij de juiste documenten gelegaliseerd waarmee je eigenlijk op dat moment onder een hoogste jurisdictie eigenlijk gewoon ja, onder de juiste wet gewoon vrijgesteld bent. Ja. Ja, ik weet niet, ik maak me geen zorgen, want ik voel me als Nederlands staatsburger voel ik me helemaal prima. Maar zijn je staatsburger? Ik wel. In 2012, Maxima zei dat. Laten we dan afspreken inderdaad dat, zeg maar, dat jullie de vragen die je nog hebt, of de dingen waarvan je zegt van hé, we zoeken dit, we vinden dat gek, of zo, of hoe zit dat? Ook als je zegt van nou, volgens mij laat KVK je een steek vallen, dat jullie moeten leveren wat jullie nu niet doen, of wat dan ook, jullie hebben een bepaalde verantwoordelijkheid. Dan is het fijn als je dat mij gewoon op de mail zet, dan zoek ik dat voor jullie uit en dan beloof ik dat jullie van mij ook antwoord krijgen. Kijk, ik wil je eens wat laten zien, hè? Het moet wel zo weer... Ja, de laatste. CDA, door, CDA-afdeling Heerlen, is een rechtspersoon. Ja? Rechtsvorm met beperkte bevoegdheid 72. Bedrijfsindeling, publieke organisatie. Ja? Even kort. Vervolgens krijg je, wat ik ook opvalt, is dat die afdelingen als een financieel beheer staan ingeschreven. Een politieke partij wordt als... Maar dat geldt ook voor de provincie Limburg. Het CDA Limburg staat als... Stichting Financiën ingeschreven. Hmm. Hoe kun je politiek bedrijven als je Stichting Financiën bent? Dat is toch frauderen? Ja, ben ik niet idioot. Of zijn hun idioot? Wat zei, dat is ook weer... Ja, dat leggen we dus hier meer om dat uit te zoeken. Nee. Want dat is niet een politieke vereniging. Maar ja, we zijn nu bijna tot het einde. Ja. Maar die rechtbank. Kijk, wat is een publiekelijk rechtspersoon? Wat houdt dat dan in voor u? Als hier iemand komt inschrijven met zijn vereniging, publiekelijke rechtspersoon. Wat houdt dat voor in met zijn openbare lichamen? Ja. Wat is een rechtspersoon onder stichting en onder vereniging? Als iemand een vereniging wil inschrijven, dan bestaan er bepaalde regels voor. Dan heb je een bestuur nodig en je hebt leden nodig. En je hebt een bepaalde constructie nodig van wie heeft er invloed in de club. Voor een stichting heb je een bestuur nodig. Die moeten dat allemaal overleggen. En dan kunnen zij in principe worden ingeschreven. Dus wel als publiekelijk rechtspersoon, dus dan gekoppeld aan een openbare lichaam. Dat is een rechtsvorm in ieder geval. Ja, maar dan moeten ze wel... Een vereniging zijn beide rechtsvormen, net als een eenmanszaak een rechtsvorm is, een BV. Dat heb ik hier voor me liggen. Maar dan gaan hun dus, dan worden ze benoemd tot minister. Maar dan heb je de akte van benoeming. Ja, die krijgen wij niet te zien. Ik heb die ook bij Sigrid Kraag een nummer, daar ben ik al van april mee bezig. Ja. Ik krijg hem niet. Ik meen dat de minister, dus de politici, dat die niet per se onder de politieke vereniging... Ja, maar dan gaat het weer. Dan komen we weer terug. Maar, want dan hadden hun een politieke partij moeten oprichten met een publiekelijk rechtspersoon gekoppeld aan de openbare lichamen. Kijk, en ik vind, we kunnen wel, kijk, nog een dag varen, kijk, dat gaat snel, kijk, het volk. Ja, stuur me maar we kunnen ook zeggen van, luister, ik ga dat eens intern spreken met mijn chef... En we gaan toch eens een kleine steekproef noemen. We pakken eens 4 rechtbanken eruit. Kijk wanneer die een publiekelijke rechtspersoon hebben aangemeld. Stuur ik jou de mail. Wat ik van de rechtbank bestrijd. Maar dan kom je dacht, het is een zwendel. Alles is nep in Nederland. Wat ik vanmorgen ook probeerde uit te leggen. Ik kan en mag ook geen uitspraken doen over individuele ondernemingen in het handelsregister. Dus zeg maar in alle informatie die er bestaat over alle inschrijvingen in het handelsregister is openbaar. En daar is fraude. Het gaat erom wie heeft de akte van sessie gemaakt en wie heeft het mandaat gegeven. En waar zijn de originele papieren die gelegaliseerd zijn? Ja. Plus, maar als het openbaar is en je ziet niks. Wat dat betekent namelijk, op het moment dat... dat niet, ja, nee, wat het gaat, kijk. Kunnen wij als KVK... Nee, wat het gaat, dit is het originele. Mm-hmm. Ja, en dan is de vraag, want die worden doorverkocht, dat zijn een soort certificaten. Mm-hmm. Als dat certificaat, dat origineel hier niet ligt, wat hun hebben moeten tekenen en dat... Ja. Dan betekent dus dat we officieel helemaal geen minister hebben of een partij hebben in dat.
Dat zit heel ingewikkeld aan elkaar. Ja. Kijk, dus samen, ik heb een hypotheek, ga naar de notaris. Ja, die wordt boekhoudkundig, wordt hier een Arabisch systeem gebruikt. Waar ik 3 ton heb, ik ga naar de notaris. Die notaris krijgt 3 ton. Ik ga die papieren maken voor het huis. Hm? Er wordt een notariële akte gemaakt. Ik moet over een paar weken terugkomen. Ik krijg een kopie van die akte. Maar de officiële akte komt iemand van de bank, die zet zijn handtekening op. En die kan uit mijn trust geld halen voor het huis te betalen. Wat ik dus niet weet. Dan ga ik een half jaar later eens terug naar de notaris. Zeg ik, ik wil eens mijn hypotheek al. Hey, wie is die derde persoon die daar een handtekening op heeft gezet? Dan ga ik dus naar de bank heen. Kun je mij eens even dat bewijs laten zien van die aankoopwaarde? Nee, die hebben wij niet. Nee, omdat dat doorverkocht is naar een andere bank. En dat is ook met die papieren hier bij Kamer van Koophandel, de originele. Die worden doorverkocht. Dat is handel. En dat is mijn vraag. Waar zijn die papieren? Ja, en als die niet boven water komen, hebben we dus fraude. Ik kan het wel zo regelen, maar zet gewoon je vragen nogmaals. Zet je vragen op de mail. En dan ga ik je zo goed mogelijk antwoorden. Dat is goed. Dat vind ik heel mensen, hè? Ja. Zijn wij de eerste in Nederland, wil je me zeggen? Want ik zie wel de schrik en ook bij je medewerkers als ik wel... ik merk het wel. Zijn we de eerste in Nederland? Ja, zijn we de eerste wat dit komen vragen? Allerlei gekke dingen gaan doen. Nee, gekke dingen. Daar heb je net de verkeerde voor. Wij zijn met de mond heel gek. Nee, maar dat merk je. Maar zijn we de eerste in Nederland of van advocaten die luijakken en die juristen wat hier komen vragen? Als dit is wel volgens mij wel een uitzonderlijk. Ik werk hier nog niet zo lang, maar dit is wel een uitzonderlijke vraag. Goed, ik zou wel zeggen, als je dit lukt om dit uit te zoeken, ben je de man. Dan heb ik heel veel respect voor je. Zeker. Maar ik ga je helpen. Zeker weten. En we pakken jou niet, we gaan jou niet verantwoordelijk stellen. Ik ga jou niks wat te geven. Als jij dit uitzoekt, ik ga jou. In het kader van verwachtingsmanagement, nogmaals, uiteindelijk zijn. Nee, maar dat is gewoon vanuit voorzijdigheid, omdat jij iets wil doen. En dat is niet alleen voor ons. Ja, zeker. Niet alleen voor ons, maar dat is voor alle levende mensen. Ja. En als jij, wacht even, sorry. Als jij er dadelijk achter komt van, wacht even, deze constructies, die klopt. Want ik ben 5 jaar geleden ook wakker geworden van, hé, hier zijn. Wacht, één vraag. Heb je kinderen? Vraag. Ja, nee, gewoon even, heb je kinderen? Ja, oké. Okay. Toen die geboren werden, wat heb je toen moeten doen? Dat is een persoonlijke... Nee, dat heb je aangifte moeten doen bij de gemeente, of niet? Meestal als je kinderen krijgt, dan geef je die aan bij de... Wat is een gift? Sorry. Wat betekent gift? Wederzijds contract voor beide. Dat is iets wat je weggeeft, dat is voor een ander. Dus dat betekent dus dat jij je kinderen aan de staat hebt gegeven. Dus die zijn niet meer jouw eigendom. Dat is even wat ik probeer uit te leggen. Sowieso niet. Ja, die gaan hun eigen gang. Ja. Deze laat ik toch hier. Die hebben jullie mogen hebben. Dan kunnen jullie zien dat ons... Hartstikke mooi. Ik geef een hand, kerel. Hartelijk bedankt. Ik loop even met je mee naar de... Dat je de tijd voor ons hebt genomen. En voor... Ja, we zitten nu met 510 kijkers. Mensen hebben het toch graag willen horen, het gesprek. Nou, omdat ik dingen roep. En al 2 jaar krijg je geen bewijs in handen. Snap je? Dan word je gek verklaard. Tik maar zin, wie is een staatsgek? Kom ik naar boven. Alleen maar omdat ik met... Even kijken? Ja. Nee, echt niet. Omdat ik me vast heb gebeten. Rechters, die zitten zo met de pasjes bij mij. Ja, omdat ze rijkspasje hebben. Nee, maar niet benoemd. Iedereen doet die stinktogen maar aan. En als je dat systeem door hebt, door de benoemers. Ja, maar iemand is wat niemand kent. Dan snap je dat het systeem dan moet instorten. Dat jullie als Kamer van Koophandel... En als dat de zwendel is van 810, waar nou daar ook de EU mee kan klappen, want dat betekent dat alles nep is, ook het EU-verdrag 2000, moeten we dit doen. Dan moeten jullie nou actie ondernemen, want Nederland gaat kapot. Weet je zelf ook, jullie zijn nou degene, want hier, ook jij, voor je kinderen, dat je iets kan doen. Want daar was zeker ook, vanmorgen politiehelikopters bij de Kamer van Koophandel boven, undercover. Ja? Meent dat ik dat leuk vind, ben ook hartstikke bang, maar ik doe het voor mijn kinderen. Want dadelijk zijn zij de dupe over 10 jaar. Maar dat is ook onze taak om andere mensen te helpen. En ook voor u. Doe het in het hart, denk alsjeblieft na en help ons bevolking. Meen ik echt. Hartelijk bedankt. Ik sta er echt voor. Ik beloof geen gouden bergen. Nee, maar dat hoef ik niet meer. We zijn al binnen geweest. Jullie hebben mijn e-mailadres niet eens. Oh, wacht. Ja, ze hebben wel gegeven, graag. Ja, doen we dat. Oké, perfect. Schrijven we die even op. Ja, maar ervan gaan. Denk het dat die constructies niet kloppen. Ja. En als ze daar achter komen en die zeggen, jongens, jullie hebben gelijk. Ik ga daar verder. Super, dus zit je... We kunnen hier eruit. Dus zit je even opschrijven, e-mail? Ja. Ja, van nou met een pen. Ik heb geen pen bij me. Hebben jullie een papiertje en een pennetje? Is dat gelijk? Ja, zeker. Mensen, we gaan zo meteen nog even live en dan doen we even wat een en ander toelichten. Maar allemaal top, bedankt dat jullie meegekeken hebben. Ja, iedereen dank wel voor het delen, jongens. Dat jullie hebben laten zien, iedereen in Nederland, tot er iets niet klopt. Het is de grootste zwendel van 810 en ik snap dat het niet te begrijpen is voor mensen, openbare lichamen, publiekelijke rechtspersoon, rechtspositie, kamerkoop, al akte van benoeming. Ik snap dat ook, want ik heb het ook moeten opbouwen. Kijk, en als de tegenstander dan niet snapt, maar wel is, en jullie hebben gehoord hoe het is, het zijn openbare lichamen. Iedereen ook maar wat me uit heeft gelachen.
Je bent een onderdeel van de staat. En als je een onderdeel van de staat bent, heb je die rechtspositie. Die hoort hier in het hoofdkantoor vastgelegd te zijn. En die is er niet, jongens. Ja, en ik kan alleen maar zeggen, we hebben gewonnen, jongens. Ja, wie het niet ziet, maakt niets uit. Wie het wel ziet en wie het voelt. Ja. Dan moet je maar eens opzoeken. Ik weet niet of je het kunt. Deel het, jongens. Deel het. Bel de boeren. Ja. Bel ze op tot het klaar is. We hebben ontmaskerd tot we worden geregeerd door een vereniging. Totaal geen rechtspositie. Niet staat ingeschreven, nog niet. Dus dat betekent dus dat jij, meneer Rutte, of meneer De Jonge of Ernst, ja, een blanco naam op het stemformulier moet zetten. Tot men. Zo werkt het. Want jij staat bij de Rijksoverheidsdienst. Staat het gewoon op, met niet geregistreerd. Ja, jongens. En hier is het. Vanmorgen, jongens, 3 dagen bijna niet geslapen. Nou, toch nog een hand. Hartelijk bedankt. Ja, meen ik ook. Hartelijk bedankt. Wij mailen en wij bellen. Dank u wel. Super, jongens. Hey, klasse. Hey, mooi goed gelapt, jongen. Kijk, we zijn naar Remond geweest. We hebben gebeld. Jori heeft gebeld. Ik heb een laatste vraag gesteld. En ja, kom maar Utrecht. We zijn gegaan. We hebben het net besproken, jullie hebben het gehoord. En nou, ik heb er een goed gevoel bij. Ja. Het zal wel even duren, maar die Rob die gaat informatie krijgen. Ja. Maar hij zal uiteindelijk ook zoiets hebben, dit klopt niet. En hij gaat het vinden. Ja. Hij moet ook dat kenje, de zorgzorg. Dat hebben ze hem geraakt op zijn kinderen. Dat heb ik geleerd van mevrouw. En die zegt, je moet ze pakken daar waar het gevoelig is. En dat zijn de kinderen. Ja, daar hebben wij. Maar daarvoor staan wij toch ook, jongens. Daarvoor ging ik vanmorgen ook. Mensen, even. Kijk, ik ga het een keer uitleggen, hè. Ik ben zelf ook vader. En ja, goed, ik heb mijn kinderen lang niet meer gezien. Maar je moet je eens voorstellen, die krijgen een godsgeschenk. Kinderen zijn gewoon een godsgeschenk. Dan moet je binnen 72 uur naar de gemeente gaan om de kinderen in te schrijven. Nou, hoe heet zo'n inschrijving? Is een geboorteaangifte. Nou, als je daar gaat kijken, het woord geboorteaangifte, heb je het woord gift. Nou, gift is iets wat je weggeeft. Nou, dus wat geef je weg? Je kinderen aan de staat. Dat is een hele smerige constructie. Ja. Vervolgens, als je dat niet zou doen, dan krijg je een of andere boete. Ja. Maar waarom kunnen ze die boete opleggen? Omdat mijn vader en de vader van Jori heeft ons ingeschreven bij de staat. Dus hun zijn het contract voor mij aangegaan. Niet ik. Dus ik heb geen contract met de staat. Wie heeft dan wel het contract met de staat? Nou, dan ga je dus naar burgerlijk wetboek 3. Artikel 40, 43, 49, 40, 44, 49 en 53. En dan doe je dat contract wat jouw vader heeft getekend met de staat. Zeg je gewoon, ik doe het vernietigen, want ik heb geen contract. Dus eigenlijk zou ik belasting moeten betalen voor mijn kind. Maar ik hoef geen belasting te betalen, want de Haagse Landkrijgswet, artikel 46, zegt, je mag mensen niet hun eigendommen afnemen. Daar valt ook belasting onder. Tadaa! Nou, en dan zou ik er nog ene doen voor de rechtbank Maastricht. Ik heb dat 3 weken geleden gebeld, jongens, ik ben een levend mens, appenstil erop. En ja, als je dan op dat rechtbankje zoekt, zie je gewoon beneficiaire erfenis, ja, de trust. Hoe doe je dat, jongens? Ja, het geld boeit toch allemaal niet meer. Mij ook niet meer, jongens. Mijn kinderen, de waarheid. Ga naar de gemeente, laat je dood verklaren. Ja, met je levende mensverklaring. Laat je dood verklaren, die ene, die gek. En dan ga je naar de rechtbank. Dan ga je beneficiaire erfenis ervaren, jongens. Doe het maar. Ga die weg, loop het. Ik wens iedereen veel succes. Mensen, daar even op inhaken, hè. Je gaat naar de gemeente en je vraagt een internationaal attesta vista aan. Ja? Die krijg je. Alleen, vraag dan een wit papier waar geen ezelkroon op staat. Ja? Ik kan dat woord niet uitspreken van die meneer, hoe die heet. Dan ga je naar de rechtbank. En dan ga je bij de griffier ga je vragen van luister, kunt u mij dit legaliseren? Want dat heb je nodig, heb ik ook nodig. Als je dadelijk documenten moet invullen, dat je zegt, ik ben een levend persoon. Ja. Al het moment dat die apostille stapel, krijg je dus een nummer vanuit de rechtbank waarmee je geregistreerd wordt. Alle landen die in 1961 de apostille stempel in Den Haag hebben getekend, kun je met dat document naartoe gaan en je bent een levend mens, dus man en vrouw, je bent geen fictie. Tada! En dat neem je mee naar de rechtbank als je rechtszaak hebt. Dan zegt de rechter, kijk, ik ben levend. Tada! Ze vinden dat denk ik allemaal niet zo leuk, jongens. Nou, ik ga er binnenlang even kijken wat de rest is. Wij gaan op zoek. Jongens, is er ergens in Nederland iets moois met de boeren? Ben, zijn we welkom. Willen jullie het horen? Laat het ons weten. Bel, we komen graag met de camper naartoe. Ah. Ja? En voor de boeren, onthoud heel goed. De Haagse Landkrijgswet, artikel 47, verbiedt, ja, 3 keer. Dat je land en huizen mag afnemen van levende mensen. Ja? Dus de overheid kan jullie niks afnemen. Wat zou je dat vinden? Boeren, stonden ook vandaag voor jullie.
Zeker voor mijn kindjes, maar ook voor jullie. We hebben gezien waar het om draait. We hebben het aangetoond. Vanmorgen helikopter, hele politieteam. We kwamen de KNVB-koophandel niet binnen. 4, 5 bodyguards. Ja, meneer Platen, ja, Blik. Ja, up, mogen met de hoofddingen voortvoeren praten. En we zijn hier mogen komen, jongens. En kan ik de postmaster niet even niet lenen? De postmaster kan je zeker lenen. Wij doen dat ook graag als mensen een keer informatie willen. We weten zoveel. Het is ook niet leuk om zo soms te praten, want dan word je ook eens gek verklaard, snap je? Mensen begrijpen dat ook niet. Maar als je dat één voor één snapt, ja, tot aan de geboortetrust toe, meld jezelf, maak jezelf bij de gemeente, meld je dood. Ja, meld je levend en dan dood. Dood ga je naar de rechtbank, kan je je beneficiëren, ja, erfenis, de trust aanvaarden. Jij bent een levend mens. Ja, dat klinkt allemaal gek en daar praat ik dan nooit over. Ik wil niet gek meer praten. Ja, nou jongens, ik vind het zo mooi nieuws vandaag. Zo mooi nieuws. Dit is gewoon geluk. We zijn gewoon, als het niet zo was dat ik me ongelijk had, had de Kamer van Koophandel laten zien. Hey gek, nee, dit is mevrouw Kaag, dit is mevrouw en meneer Rutte, dit is de politie, dit is de rechtbank, dit is dat. Geen één bewijs hebben we van hun gezien. Geen één eer. Kijk, dan komt het lukken. Geen één. Ik heb de koning, 5 keer zeker, heb ik dus aangetekend en een brief gestuurd met de vraag. Laat mij eens het contract zien dat jij bij gratie God bevoegd bent, want ik wil weten wie God is. Met blauwe pen, natte handtekening. Ik heb niks gekregen. En waarom niet? Omdat hij niet kan aantonen wie God is. Nu komt het leuke, en dat heb ik net ook aangehaald. Paus Franciscus heeft ons allemaal bij gratie God levend verklaard. Dus wij hebben dezelfde recht als de koning. Tada! Jongens, we gaan even wat drinken. Iedereen, als er ergens wat is, boeren, bel ons op. We komen graag de info brengen. Ja, graag. Graag jongens, dus geef het door. We zijn gewonnen. En la 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 la. Alweer. Dag.